ex-minister van Buitenlandse Zaken, tevens NDP-topper Winston Lakin, is er niet meer. Hij heeft vandaag het leven gelaten. Lakin was vol hoop dat zijn behandeling tot herstel zou leiden. In een video bedankte hij eerder vanuit Colombia iedereen die hem alle ondersteuning had gegeven. Hey, mensen in Suriname, hartelijk dank voor alle ondersteuning die ik krijg. Ik zie de appjes, ik lees ze. Ik kan niet allemaal beantwoorden, maar ik ben heel blij en jullie mogen er verzekerd van zijn dat het me helpt in mijn fight. Ik ben hier gekomen, ik heb een eigen leuze gemaakt. I will beat this disease en het gaat gebeuren en we zullen jullie ondersteunen. Thank you for the wonderful support en ik wou ook heel veel van jullie. Thank you very much. Lakin had voor zijn ziekte nog bekendgemaakt zich flink in te zullen zetten in de verkiezingscampagne van de NDP, waar hij onder andere ook de public relations mede op zich zou nemen. Hij was eerder al jarenlang het gezicht van de Paarse Partij. Lakin was coördinator van het milieubeleid op het kabinet van de president. De behandeling in Colombia is niet succesvol verlopen. Lakin is 64 jaar geworden. ATV condoleert de nabestaanden en bestuur en leden van de NDP.